Welkom bij Hanskamp. We gaan van drijfmest af. Kijk, we lopen hier in een nieuwe stal, de vrijlevenstal. En hier krijgt de koe een vrij leven. Dus een stal zonder roosters, zonder drijfmest, zonder beton, zonder staal. En hier hebben we alle ruimte waar de koe zich vrij kan bewegen. En hier geweldige meststoffen geproduceerd worden. Onder andere urine en vaste mest. En die vaste mest die is zeer waardevol voor buiten. En dan is natuurlijk de vraag van, en hoe doen we dat dan? Nou, dat zal ik je hier praktisch laten zien hoe dat werkt om een koeienvlaai uit deze mooie bedding te krijgen. Wanneer we een koeienvlaai uit de bedding willen halen en we gaan hem met een greep pakken, dan pakken we hem niet. Maar wanneer we deze koeienvlaai gaan paneren, dan pakken we hem wel. En daar hebben we als Hanskamp team een beddingcleaner voor ontwikkeld. En die beddingcleaner is in staat om die poep het dagvers uit te halen. En ik zal jullie laten zien hoe dat werkt. Nou, voor deze keer mocht ik het zelf doen en ik ga jullie even laten zien wat er hier gebeurt. We hebben hier natuurlijk het zeefprincipe dat de koeienvlaaien gepaneerd worden en ze worden eigenlijk als een kroket opgepakt. En wat we bijvoorbeeld hier zien, nou, dit is gewoon echt puur mest met allemaal organisch materiaal en dat is geweldig voor het land. En wat we hier overhouden is een mooie schone kurkdroge bedding. En nou, hier wil je als koe wel in leven. En dit geeft een fantastisch resultaat voor klauwen. Geweldig voor het milieu. En super blije koeien. Nou, hier blijft de poep bovenop de bedding liggen. De urine gaat er doorheen. Deze bedding kan bestaan uit een vlas. Kan bestaan uit een graanafval. Kan ook bestaan uit een heel grof zand. En we gaan dagelijks deze bedding cleanen met een beddingcleaner. En daarmee halen we dagvers de mest eruit. En dat doen we met het paneerprincipe. Ja, hier krijgen we natuurlijk super blije koeien van. En dit gaat de wereld veranderen. Maar mannen, ik moet weer verder. We moeten wel aan het werk. Zien dat we de stal weer netjes schoon krijgen. Chris Bomers, biologisch melkveehouder. We hebben hier een 160-tal koeien. En we hebben hier een nieuw stalsysteem. Het belangrijkste voordeel van deze vrijlevenstal. Op de eerste plaats natuurlijk het koekomfort. Je kijkt hoe mooi ze hier liggen in het bedje. Heerlijk. De klauwgezondheid. Nou ja, diergezondheid in het algemeen. Dan hebben we natuurlijk minder ammoniakemissie. En in ons geval met die biogasinstallatie. Die verse koeienvlaai direct door de beddingcleaner opgeraad. Direct in de biogasinstallatie. Fantastisch. Tot zover even een kijkje in onze nieuwe vrijlevenstal met onze beddingcleaner. Waar een koe een geweldig leven krijgt, geweldig is voor het milieu en hoogwaardige mest uitkomt. Wilt u samen met ons met dit concept verder? Neem even contact met ons op. Tot zover, Hanskamp.